Goedendag, welkom bij deze video over leiderschap. We hebben een aantal video's over leiderschap uh, gemaakt. Uh, de vorige video ging over verantwoordelijkheid als een van de pijlers van leiderschap. Uh, vandaag gaan we de tweede pijler onder leiderschap behandelen, en dat is autoriteit of authority in het Engels. Waar we deze arts van verantwoordelijkheid zo hadden getekend de vorige keer, nog even in herinnering brengend. Mensen die veel verantwoordelijkheid nemen, scoren aan die kant. Mensen die weinig of geen verantwoordelijkheid nemen, scoren aan deze kant. We gaan daar nu de autoriteitsas in tekenen en die ziet er zo uit. Die staat daar loodrecht op en ook hier geldt, mensen kunnen positief op de as autoriteit scoren en negatief dan wel neutraal. Nou, wat betekent die as? Die as, autoriteit of authority, dat betekent wat kan je? Wat ken je? Welke competenties heb je? Waar ben je toe in staat? Wat heb je allemaal in je aan ervaring? Dus je zou kunnen zeggen: Deze as gaat over wat je kan, waar je toe in staat bent, en deze as gaat over wat je ermee doet. Zet je je kennis en kunde in in het belang van het team? Nou, deze as. Van autoriteit. Moet je dus niet verwarren met autoriteit in de zin van iemand heeft een hogere positie of iemand is de baas of zoiets dergelijks. Nee, helemaal niet. Dit is gewoon een as van kennis en kunde die kan toenemen over de jaren door ervaring, door functies in te vullen, door cursussen te doen, door trainingen te volgen. Over de jaren zal je autoriteit op een bepaald onderwerp toenemen. Nou, onderdeel van leiderschap is. Dat je in staat bent om je kennis en kunde toe te laten nemen. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, gewoon gezonde interesse en een lerend vermogen. Je bent aan het leren als mens. Je leert van de dingen die je meemaakt. Je leert van alles wat er om je heen gebeurt. Je leert van klanten die ofwel blij zijn ofwel klachten hebben. Je leert van collega's die uh, goed werk leveren dan wel fouten maken. Je leert van jezelf. Als je goede dingen doet of verkeerde dingen doet. Met andere woorden, dit is gewoon de leercurve en er is dus een leerproces nodig. Nou, waarom is dat in leiderschap zo belangrijk? Simpel, als je teamleider bent bijvoorbeeld of manager en je leert niet, dan sta je stil. Dan gebeurt er niks. Dan maak je bijvoorbeeld een fout, maar je leert er niet van. Of je ziet iets gebeuren op de afdeling wat niet goed is en je vraagt je niet af: goh, dit gaat niet goed. Hoe komt dat eigenlijk? Waar wordt dat door veroorzaakt? Nou, als je op die manier niet bezig bent om je autoriteit te verhogen, te verbeteren, dan ben je niet goed bezig als leider. Het is de kunst als leider continu bezig te zijn met leren. Dan gaan we naar de praktijk. Net als bij die verantwoordelijkheidsas scoren er dus mensen positief als ze hier zitten, en ze scoren negatief. Als ze bijvoorbeeld hier zitten. Nou, laten we daar eens voorbeelden van nemen. Een uitvoerende medewerker in de praktijk. Die moet een stuk werk lassen. En ja, hij weet niet hoe dat moet. Hij heeft niet de kennis en kunde. Dus hij is daar niet toe in staat. Nou, dan is het maar goed als teamleider dat ik dat ontdek en dat ik dat weet. Want dan kan ik hem een cursus geven. Of dan kan ik het hem leren. Of ik kan hem stage laten lopen. Maar als ik tegen die operator zeg. En hey, je moet dit vanmiddag af hebben. En hij weet niet hoe dat moet, ja, dan komt er dus een fout product uit. En dat is niet de bedoeling. Terwijl als iemand wel in staat is, dan kan ik makkelijk zeggen joh, beste operator kan je dat en dat vanmiddag maken, want dat gaat goed. En je weet dat daar een goed product uitkomt. Dus het is voor een leider heel erg belangrijk, zowel van je medewerkers, in je team als van jouzelf te begrijpen, te weten zijn ze niet in staat of ben ik niet in staat, of is die ander wel of niet in staat? Dat moet je weten. Nou hadden we vorige keer al die verantwoordelijkheidsas neergezet. En er ontstaat natuurlijk nu een interessant diagram. Want er zijn dus mensen die bijvoorbeeld heel goed in staat zijn hun werk uit te voeren. Zitten bij jouzelf in het team, doen dat allemaal prima. Zijn ook in staat om daar een verantwoordelijkheid in te nemen. In het belang van het team mee te werken aan de ambitie die je hebt opgesteld. Dus als mensen dan hier positief scoren en daar, dan functioneren ze hier in dit kwadrant. Dit noemen we wel kwadrant 1 of lerend kwadrant of transformerend kwadrant. Hier ben je in staat om nieuwe dingen te doen. Hier zit natuurlijk een kwadrant waar mensen misschien best wel prima in staat zijn om werk te doen, omdat ze al twintig jaar dat werk doen. En heel veel kennis hebben, maar ze willen zich niet inzetten in het belang van de organisatie, in het belang van jouw team. Dus wat gebeurt er? Dat zijn mensen die in de vergadering met de armen over elkaar zitten, niks zeggen, of dwars zijn, of zeggen dat werkt toch niet, of ik weet beter, je zou het zo en zo moeten doen. Die mensen zitten hier en zijn niet productief. Die wil je niet in je team hebben. Dan hebben we kwadrant 3. De mensen die op die autoriteitsas negatief scoren, maar wel verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Nou, dat zijn de mensen die vaak positief zijn, die willen meewerken, want ze hebben veel verantwoordelijkheid. Maar ze beseffen vaak niet van ja, maar ik kom kennis en kunde tekort om mijn rol in dit team goed uit te voeren. En dan krijg je dus dat mensen zich gaan aanpassen. Nou, dit noemen we dan ook het kwadrant aanpassend gedrag heel fijn dat ze verantwoordelijkheid nemen, maar je moet als teamleider erop letten dat ze groeien naar de bovenkant van die autoriteitsars. Nou, dan hebben we tenslotte nog dit kwadrant. Ja, je voelt hem al aankomen. Beide assen scoren je negatief. Dit zijn de mensen die en de kennis en kunde ontbreekt, maar die ook überhaupt niet mee willen doen. Nou, dat zijn de mensen die bij het koffiezetapparaat lopen te klagen. In vergaderingen altijd tegenwerpingen op tafel leggen. Die eindeloos vragen blijven stellen die nergens toe leiden. Dit zijn de probleemgevallen die je zeker niet in je organisatie wil hebben. Dus zorg ervoor dat die of daarheen gaan of niet meer in je team zitten. Laten we eens een voorbeeld nemen om dit in de praktijk toe te passen. Je kan natuurlijk dit zelf vertalen naar je eigen situatie, maar die ken ik niet. Uh, dus ik ga even een voorbeeld geven. Laten we nou eens aannemen dat we op een afdeling een, een projectteam hebben en die moeten gaan onderzoeken of een bepaalde werkwijze anders kan. Laten we eens nemen een salesafdeling waar een CRM pakket wordt geïmplementeerd of de lasafdeling waar de lasboxen anders worden georganiseerd. Hoe dan ook, een team dat aan de slag moet om een verandering te realiseren. Nou, dan spreekt het voor zich dat je een team samenstelt van, laten we zeggen, voor, deze, voor dit voorbeeld van vier, vijf mensen. En die vier, vijf mensen die moeten dan gemeen hebben dat ze verantwoordelijkheid nemen voor de uitdaging die er ligt, namelijk de verandering van dat proces op de afdeling. Dus om te beginnen moeten die mensen er positief in staan, moeten zeggen: ja. Hier hebben we zin in. Dit lijkt ons goed. Dit lijkt ons goed voor de organisatie, voor het team, voor ons, voor de productiviteit. Dus ja, dat gaan we doen. Daarnaast moeten die mensen dus positief in de autoriteit zitten. Dat wil zeggen, er moet iemand inzitten die bijvoorbeeld verstand heeft van software. Er moet iemand inzitten die verstand heeft van salesgesprekken. Er moet iemand inzitten die verstand heeft van de markt of van snelle werkwijzes. Met andere woorden, je verzamelt hier. ...een hoeveelheid competenties bij elkaar die tezamen de verantwoordelijkheid gaan nemen en die klus gaan klaren. Nou, dat gaat lukken. Als je zo'n team samenstelt, daar komt iets goeds uit. Dat wil niet zeggen dat hier in dit kwadrant alles makkelijk is, want de uitdaging kan best heel lastig zijn. Dus Er kunnen best wel fouten gemaakt worden of er kunnen verkeerde afslagen genomen worden. Maar dat geeft niet. Dat is in ieder geval een team wat met elkaar gaat werken aan die uitdaging. Dat wordt natuurlijk heel anders op het moment dat je in dat team iemand hebt zitten vanuit kwadrant 2. Stel deze persoon functioneert hier vandaan. Die heeft misschien wel kennis en kunde, want hij heeft al 20 jaar saleservaring, maar hij is niet van plan zich positief in te zetten in dat team. Dus wat gebeurt er dan? Nou, bijvoorbeeld, hier wordt een nieuwe werkwijze voorgesteld en hier zegt dan iemand van: ja, maar dat werkt helemaal niet, want ik heb vorig jaar nog dat gedaan en vroeger was het zo en je moet het gewoon zo doen. Zo iemand gaat voorschrijven, die gaat dominant in dat team aangeven hoe hij vindt dat het moet, in plaats van te delen met elkaar wat de ervaringen zijn. Zo iemand legt dat team plat, legt dat team stil, want er gaan nu hele discussies ontstaan omdat hij iets vindt. Let daarop als teamleider. Stel dat er iemand uit dit kwadrant bij zit. Ja, je voelt het al aankomen, dat is ook niet handig, want dat is iemand die niet zijn stempel zal drukken in de zin van. Ik heb deze ervaring en die wil ik graag met jullie delen. Nee, in tegendeel, die zegt op alles, ja, dat is wel een goed idee wat je daar zegt. Ja, nou, dat je dat zo knap van jou, dat je dat weet en dat je dat zo inbrengt. Of goed dat we dat weten, met andere woorden, die gaat met alles mee, met als gevolg dat hier niks toegevoegd wordt. Er wordt niet geleerd, er wordt niet verbeterd. Dat is dus een gevaarlijke situatie. Dat lijkt ogenschijnlijk soepel te gaan, maar in de werkelijkheid heb je te weinig kennis en kunde in het team. Maar nou, dan hebben we natuurlijk nog stel je voor dat iemand uit categorie 4 in je team zit. Ja, dat is heel vervelend, want die zijn überhaupt tegen. Die willen niet meewerken, die vinden het onzin. Er moeten eerst eens andere zaken in de organisatie verbeterd worden. Dit soort mensen zegt heel vaak: "De directie moet eens een keer dit of dat communiceren of uh, de kwaliteit is überhaupt niet goed van de producten. Die gaan allerlei dogma's in dat team neerleggen, waardoor er in dit team een hele discussie ontstaat, die niet gaat over de ambitie die we met elkaar hebben. Met andere woorden, er zit een behoorlijke rem op het functioneren van het team. Laat staan, als je misschien in een team van vijf mensen wel twee van die. Een van die, een van die, een van die in je team hebt zitten, je voelt het al aankomen. Dat team komt niet verder dan een aantal weken discussiëren, met als eindresultaat helemaal niks. Met andere woorden, het enige goed werkende team waar een teamleider leiding aan geeft, of een manager, en waar de uitvoerende medewerkers enthousiast in participeren, is dit kwadrant. En daarom is het zo belangrijk dat je als teamleider altijd vanuit dit kwadrant werkt. Als jij hier of daar of daar vandaan gaat werken, komt er niks goed van. Tot zover deze uitleg over de autoriteit als onderdeel van het onderwerp leiderschap. Vergeet niet te abonneren, te liken en klik op het belletje.